Partner van TVL Sport Arena is Bloemenhuis het Kwekerieke. Welkom terug aan de Sport Arena Toffel. Inmiddels aangeschoven Edwin Lins en op de achtergrond gehuurt ze misschien nog steeds de G-toppers. Yeah. Gaat Verdikken uit de metten lopen? Een vierdaagse? Ja, dat zou kunnen. De best nog zonger club, misschien een goede training? Ja, dat heb ik misschien wel nodig. Ja. Dus, weer met. Hey Edwin, de best eigenlijk net terug. Uit Cyprus, 3 jaar Larnaca geweest. Wie kijkt ze terug op die periode? Daar zijn we ontzettend benieuwd naar. Een ervaring die ik nooit had willen missen. Op elk gebied eigenlijk. Ja, laten we eens beginnen bij het voetbal. Nou, ik doe maar eens kennis met een andere manier van het beleven van voetbal. En, wie bedoel je dat? Nou, in Nederland is alles heel erg gestructureerd. En in Cyprus... door geest naar de training. En ja, daar werd wel een training voorbereid. Ook heel serieus, maar het is allemaal iets anders. Met voeding moest je zichzelf bijvoorbeeld bezig gooien. In Nederland is dat allemaal voor dicht geregeld. Wie ze zich voorbereidt op de wedstrijden en hotels toe. Dat is in Cyprus, wat wij in ieder geval bij AEK Larnaca, minder. Die bereidt zichzelf voor. Zorgt zelf dat ze 100%... gefocust best voor de wedstrijd en klopt best voor de wedstrijd. In Nederland vertrekt ze 's morgens al naar de wedstrijd toe en bereidt zich voor in een hotel. De manier van voetballen ook heel anders. Door werd echt verschillende culturen bij elkaar. Brazilianen, Argentijnen, Portugezen. Dan Nederlanders, eigenwijze Nederlanders tussen zitten. Die altijd maar denken dat het voetbal alleen maar met tiki-taki moet gebeuren. En ja, dat is soms... vervelend, maar ook wel leuk na 3 jaar terug te kijken wat ze ervan geleerd hebben. En dat is mooi. En de accommodaties, wat moeten mensen zich voorstellen in Cyprus? Ik denk 2, 3 goede stadions. Als ze bij ons gaan kijken, is het oud. Ik is het absoluut niet vergeleken met Nederland, maar het heeft ook wel weer iets. Het strolt in ieder geval nogal historie goed, zeg maar. En ja, dat... dat maakt het ook wel weer mooi. Ja. Niet die hele mooie kleedlokalen. Maar hetzelfde als in de oude tijd bij VVV in de koel. Hoe we samen nog zoten. Dat af en toe een keer in plaats van warm water koud water was. Dus, ja, geweldig. Dat, ja. Nou ja, dat moest, op een gegeven moment is het ook wel leuk om eens door in terecht te komen. Maar ook weer heel snel genoeg van. Verzeerd met TV Limburg 5 dagen toch geweest. 1,5 jaar terug. Ja. Dus we hebben het met eigen ogen kunnen aanschouwen. We hebben ook met eigen ogen een beetje niveau kunnen aanschouwen. En ik denk dat de gemiddelde voetballiefhebber in Nederland, in Limburg, zich vergist in het niveau door. Ja, dat is ook wel een beetje de frustratie wat ik wel een beetje op dit moment heb. Dus de laatste 3 jaar welke Cypriotische clubs in Europa hebben gespeeld. Het eerste jaar had Apoel Nicosia. Die binnen de halve finale van de Champions League gehoord hebben. Het tweede jaar was het AEK Larnaca. Schalke moeilijk, maar 0-0 in Gelsenkirchen. Ja, voor de winter nog uit bij Steaua Bucharest speelt om bij winst gaat overwinteren. Ja. Afgelopen jaar AEL Limassol. Ja, dan kan je niet zeggen dat het toeval is. En 10 jaar geleden won Nederland zelf al met 10-0 zeg maar, van Cyprus. En nu zal dat misschien 2-0 zijn, 3-0 zijn. En, ja, dat is... Dat beeld is blijven hangen van 10 jaar geleden. En dat is soms wel jammer. En, maar ja, wat duizen eraan? Ik kan het alleen niet verhangeren. Ja. Dus, Zijn nou die jaren bij Larnaca eens kijken? Daar ben je natuurlijk met een aantal Nederlanders best gekomen. Onder Ton Kaan als trainer, Jordi Cruijff als technisch manager. Met Kevin Hofland, Van Dijk, Schenkel. Heb je ze wel gelukkig gehad? Eerste jaar. Eerste jaar. Alles is nieuw. Volgens mij hebben ze het idee van dat ze in een sprookje terecht is gekomen. Omstandigheden om te leven, wonen, volgens mij fantastisch. Lekker trainen en onnog vanuit net gepromoveerd eigenlijk optimaal presteren. Ja, precies. Hebben ze eigenlijk alles om een fantastisch leven te leiden. Daarnaast beste profvoetballer, beste topsporter. En ja, zo ze zich dus... die mix, een goede mix moeten vinden tussen het genieten van het leven, maar toch op de momenten dat er moeten staan als er moet staan. En
ja, dat is met Nederlanders bij elkaar was een stuk makkelijker. Want, ja, je won het ook fantastisch samen natuurlijk. Hè? Echt, dus de dames, de kinderen, iedereen had steun aan elkaar. Ja, nou, we deden heel leuke dingen met elkaar. En, de ene keer was het de barbecue met elkaar. Maar ook weer een dag voor de wedstrijd bijvoorbeeld spaghetti macaroni met elkaar eten. Om de dag erna te kunnen presteren. En, ja, dat was het mooie. De mix met elkaar was fantastisch. Ik ken dat alleen maar als ze dus ook echte prof best. Ik bedoel, door met te zeggen van, ja, die ik net opnam, Schenkel, Hofland, Van Dijk, Linssen, dat zijn wel alle vier jongens die willen winnen. Als je dan jongens hebt, ja, er zijn geen jongens die willen verliezen, maar die er ook alles voor over hebben om te winnen. Als je dan jongens hebt die van tevoren al denken van, ik ga er vooral lekker bij het strand, lekker aan het zwembad. Ja, dat is ook het beeld wat de Nederlandse mensen hebben, waarom ze naar Cyprus gaan. En wij weten allebei dat je voor het geld wordt. Nou ja, was ook. Ik zit hem even voor het blok. Tuurlijk, ja. Ook dat speelde een hele grote rol. En anders geef je niet die familie en die vrienden achterlaten. Heel eerlijk. Nee, de beste topsporter. En iedereen stuit de angers in. De enigheid naar Cyprus op een leeftijd. En dan zei het, naar Cyprus is het afgelopen. Ik ben naar Cyprus gegaan omdat ik op dat moment ook weinig keuze had. Maar ik ook heel eerlijk in zin. En het avontuur sprak me gelijk aan. Maar daarnaast had ik ook nog... Ja, Noord-Cyprus is mijn carrière niet afgelopen. En dat blijkt nu ook wel. Ik wil nog 2-3 jaar voetballen. Ja, ik wil nog heel even terug naar het laatste jaar Cyprus. Het geeft ook aan wie het Cypriotische voetbal gegroeid is. Want toen kwam ze steeds meer in de rol van dat ze niet in de basis. Het genoeg speelt, maar dat stond ook vaak niet in de basis. Was dat lastig? Was dat moeilijk voor dich? Heel moeilijk. Ja, was alleen als de trainer duidelijk is tegen dich, kan zich toch wat makkelijker... niet meer neerleggen, maar ik is er makkelijker mee omgaan. Ja, je had dit jaar een trainer uit Israël. Liek me weer een andere cultuur, weer ander voetbal vooral. Maar heel mooi om een keer een trainer met een hele andere kijk op voetbal mee te maken. Ik wil verder als trainer door mijn carrière. Nou, en dit jaar heeft me zo enorm veel. Ook al heb ik niet zoveel gespeeld als al de andere seizoenen, heb ik zoveel geleerd. Van een andere manier van denken, kijken naar voetbal. Noem eens een voorbeeld. Nederlanders vinden altijd dat we met buitenspelers moeten spelen. Ja. En hij zei het gewoon van met buitenspelers spelen. Daar kan ze geen prijzen met winnen in het Europese voetbal. Ja. En dus hij speelde met 2 buitenspelers helemaal aan de binnenkant. En de beleving, hoe hij naar wedstrijden toewerkt. Was heel anders. We konden 2 dagen voor een wedstrijd met het hele team als teambuilding een barbecue hebben met beer erbij. Maar 2 dagen later kost hij zich wel als trainer, hij kon zo duidelijk maken dat ze 2 dagen later 100% er stond. Ja. En ja, zo'n mooie dingen geleerd van de man. Natuurlijk ook wel eens af en toe gefrustreerd en ook wel eens boos op hem geweest van welke keuzes hij maakte. Maar uiteindelijk heb ik... de belangrijkste wedstrijden, en zeker aan het einde van het seizoen de play-off wedstrijden en de mooiste wedstrijden met 20.000 mensen, hoe het echt nog ergens om ging, heb ik gespeeld en het voortouw mogen nemen. Dat was mooi. Je bent weer veerder geworden, net boeten Europees voetballer. Ja, maar ja, toch een geweldige prestatie weer. Wie is die blijven boeten het voetbal op Cyprus? Ja, ik heb al iets verteld van de kerst natuurlijk als lekker weer is. En dat is het al 11 maanden per jaar naar het strand. Maar... Nou, ik ben vorig jaar zo'n Zweedse vader geworden. Ja. Van Noah. Zoontje Noah. Zoontje Noah. Daar hebben we trouwens leuke foto's van. Ik laat ze gelijk even kijken. Kijk, hier op een beeld te geven dat ze ook inderdaad een zwembadje erbij had. En deze op het vliegveld net voor de terugkeer hier naar Nederland. Hè? Ja, wie komt er zo blond, Edwin? Want die vrouw is al niet echt blond. Nee. Ik was zelf ook vroeger heel erg blond. En, dat is heel lang geleden, hoor. Ja, dat is heel erg. Op een gegeven moment is het gaat donkerder geworden. En nu is het gaat meer griezer geworden. Dus, ik heb toch afgelopen jaar met Noah samen, met mijn vrouw JJ, een leuke tijd met elkaar gehad, omdat ze altijd met elkaar samen waren. En in Nederland is het best toch meer dingen te doen. Meer mensen om de geer.
Dat hebben ze ook soms nodig. Is de band eigenlijk is toch er zelfs alleen maar sterker geworden? Ja, enorm sterk. Aan de andere kant ook alweer, op dit moment merk ik, ik ben nu een paar dagen terug in Nederland, als ik dus naar vrienden toe gaan of naar familie toe gaan, zonder hem, ja, dan denk je van, wat gaat er nu gebeuren? Die is een jaar lang alleen maar bij me geweest. En nu in één keer best wel. Dat is van Noah nu. Ja, van Noah. Ja. Dus, ja, dat is gelukkig. Maar met elkaar. Maar dat is ook een van de redenen dat ze per se terug naar Nederland wil, ja. Noah. Noah is een van de grootste redenen. Ja. Mijn vrouw wil heel graag terug naar Nederland. Het missen van familie en vrienden. Ik heb dat zelf ook wel. Maar ja, de wedstrijd in de voetballerie, als ze uiteindelijk nog een keer een mooie buitenlandse club kent, dan wil ze gewoon. Alleen ja, op een gegeven moment moest ze kiezen voor die gezin en voor die familie en vrienden. En ja, Noah laten opgroeien met opa's en oma's. Ja, dat is ook heel erg mooi. En, ja, schitterend. Nou, bij mijn mama hebben we wel. Mijn andere broer kent een kindje en woont in Canada. Dus Patrick, ja. Ziet niet. Mijn mam ziet heel weinig. De ooiers van mijn vrouw zien de kleinkinderen ook heel weinig. Dus ja, ik denk dat het een goede keuze is geweest om terug naar Nederland te komen en te zorgen dat met gezin was weer lekker settelen in Eindhoven. Wat is de mooiste herinnering? Hoeft niet per se voetbal te zijn. Wat is de mooiste herinnering aan Cyprus? Boetenoa, want dat geloof ik dat op eindstijd, maar. De band met de Nederlanders, de vriendschap tussen opbouwers met de Nederlanders. Ja. Echte vrienden in ieder geval. Ja. Nog getwijfeld om technisch directeur te worden? Bilaneka? Ik kreeg die vraag wel, maar ik heb geen moment getwijfeld. Nee. Maar, nog niet, en die wil stadig trainen. Ik wil nog, nog een aantal jaar voetballen. Ja. Ja. Er wil ze een aantal jaren nog voetballen. Wie fit is Edwin Linssen? De zus is nog steeds iets afgetrainder hoe dan zich. De zus is gewoon goed hoe, dus. Ik heb een heel. Die lachen ze stiekem, maar dat. Ik heb een heel goed gevoel over mezelf dat ik. Ik voel me misschien wel fitter dan verder dat ik ging. En dat heeft ook wel te maken dat ik weinig gespeeld heb. En daardoor dus heel veel voor mezelf heb moeten trainen. Om te zorgen dat ik uitermate fit bleef om na deze periode in Cyprus nog ergens anders een club te kunnen vinden. En, om fitheid hoeven mensen zich geen zorgen te maken. En wat is de tussenstand met het zoeken van een nieuwe club? Moeilijk. Ja. Het beeld Cyprus. Maar VVV zou interesse hebben, klopt daar iets van? Nee, VVV heeft geen interesse. In die zin, er is geen contact geweest. Dus het enige wat mij de vraag werd gesteld, zou ze terug willen naar VVV? En toen heb ik gezegd, ik heb VVV altijd gevolgd. Het is mijn club. En dan ben je opgegroeid? Ik heb alles gevolgd, zowel op televisie als kranten, internet, alles. Als die mogelijkheid zich voordoet, dan zeg ik gelijk ja. Want Edwin Linssen gaat niet nog eerder club nodig. Ja, ik heb niet veel keuzes. Als een club komt, dan zullen ze moeten afwegen of dat bij zich past. Maar laat zo zeggen, ik hoop op VVV in die zin dat ik er voor 100% overtuigd ben dat ik iets toe kan voegen aan VVV. Het VVV-gevoel terugbrengen bij iedereen. Want dat is afgelopen jaar, anderhalf jaar natuurlijk afstand, wel een beetje. Van afstand denk zich dat VVV te veel verwijderd is de laatste jaren van zichzelf. Van de eigen. Dat is ook wat ik. Als ik met mensen praat, zeg ik ook, op een afstand is het altijd makkelijk praten. Dus ik moet niet te veel op details ingaan, want daar heb ik niet van met gekregen. Alleen, als ik zie wat er, dat supporters aan het einde van het seizoen, in een belangrijke fase, dat het stadion niet meer vol zit, ja, dan zit dat toch wel iets dingig. En als er op het veld niet de strijd wordt geleverd, en misschien kunnen de spelers er helemaal niks aan doen, want iedereen gaat het veld in om te winnen. Ik loor, maar ja, het moest toch het veld in gewoon als immers der speelt voor VVV. De succes is eigenlijk nu VVV moet terug naar de binding. Binding met supporters, binding met spelers. Ja. Herkenbaarheid. En ik denk dat ze door VVV mensen veel nodig hebben. En om andere mensen die boete in de regio naar VVV toekomen, dat gevoel over te kunnen brengen. Ja. Wij zijn heel benieuwd wat het gaat worden. We gaan dadelijk al een klein beetje checken wie het met die traptechniek is. Als het tegen Sharon mocht ze opnemen. Maar eerst, ik zei het al, het is de uitzending van de terugkeer. En ook Erik Meijer was vorige week even terug hier bij TV Limburg. En natuurlijk vroegen we hem wie het hem beveelt bij Eredivisie Live en wat er van de Limburgse clubs dacht. Oud-voetballer Erik Meijer is sinds afgelopen seizoen onder meer werkzaam als analist voor de zender Eredivisie Live. Die hadden me gezien bij het ZDF.
Toen meteen Nederland-Denemarken. En die vonden dat ik dat wel goed deed. En toen had Björn Korach me eens gebeld met de vraag van zou ze eens richting Amsterdam willen komen. Zou we dich wel vaker Ribius willen zien om een wedstrijd te analyseren. En dan heb ik dan schoten van nog een dag en ben er toen op ingegaan. Ja, bevult prima. Het is leuk om te doen. Leuke collega's. Dus allemaal ex-voetballers was er dan samen de wedstrijden met deze. En het is wel even leren, het is er even inkomen, het is goed voorbereiden. Zodat ze de wedstrijden kent en ook de spelers kent. Ik ben natuurlijk jaren goed Nederland weg geweest. Dus ik moest ook weer al die spelers gewoon herkennen en weer gewoon oppikken. Maar erg leuk om te doen. Ja. Televisiebaas Niet van Meijer. Hij presenteerde eerder de TVN Sport Arena samen met Maurice Graaf. Nou ja, dat is wel de basis die ze gehad heeft, die uitzending met Maurice samen. Ik denk dat ze daar zeker profijt van heeft gehad. Ze heeft geen probleem meer met een camera of met een geluidsman of met Lui op de vloer of in de studio. Dus dat geeft allemaal vanzelf. Dus dat plusje heeft ze dan wel, ja. Hij analyseert alle clubs, maar heeft natuurlijk veel aandacht voor de vier Limburgse clubs. Beginnen bij VVV, dat een slecht seizoen kende en degradeerde. Ja, dat zat er eigenlijk wel aan te komen. VVV heeft enorm aan kwaliteit verloren. En een heel rommelig seizoen. Veel te weinig wedstrijden in de thuiswedstrijden gewonnen. Want daar lag toch echt wel de kracht van de koel. Is dit jaar toch erg vervagen en weggevallen. Het is triest, zeker ook voor Limburg en zeker voor Noord-Limburg. Dat VVV in klasse lager gaat spelen. En ze zitten juist weer om twee al een aantal jaren in de lift van boven naar beneden. En als ze daartussenin hinkt, dat is niet de beste positie. Meijer had de degradatie aan zien komen. Nou, hij is het ganse jaar op plek 17 steeds. En eigenlijk de afstand naar boven niet kleiner wordt. En zelfs Willem II nog op een gegeven moment erg dichtbij komt. Ja, dan werd ze dus dat over het geheel gezien. Ja, op het einde van de competitie steeds de meestal door was ze hoors. En dat gold ook voor VVV. Dat kun je misschien halen aan, maar het is wel de realiteit. En ze hebben het net niet kunnen redden. Ze hebben al een aantal jaren op kantje boord, hè, net met na competitie en net met de hakken over de sloot. Ja, en dit keer moest het zo zijn. Roda eindigde net boven VVV als 16e. Had Meijer dat ook aan zien komen? Nee, dat had ik eigenlijk iets minder verwacht. Ik had wel gedacht dat Roda een redelijk elftal had. En zich ook in de winter goed versterken met voornamelijk met de Moes. En dat de Moes en Malky en Guus Huppers nog te bie, ja, dat het naar voren is het goed, is de kwaliteit aanwezig. Maar naar achter wordt zijn er toch heel veel zwakke schakels. Ze 69 tegendoelpunten kreeg in de competitie. Dat zei het vaak genoeg. En ze scoren goed, ze scoren ook vuil. Maar ze kregen er gewoon te vuil tegen. En het hart van de verdediging is niet zo stabiel in samenwerking met de keeper. De Limburgse clubs 16 en 17. Te groot voor het servet, te klein voor het tofferlaken. Ja, en van de onderkant is MVV en Fortuna die dit jaar nog competitie gespeeld hebben. Dus de clubs eigenlijk dat Limburg in de anderhalf liga zit ongeveer. Hè. Ze hangen er een beetje tussenin. Niet groot genoeg voor de Eredivisie. En misschien net iets te goed voor de eerste divisie. Daar wordt nu eens gelukkig met. Misschien Fortuna en MVV iets meer, omdat ze al jaren in de eerste divisie zitten. Maar de twee grotere clubs, VVV en Roda, ja, die beginnen nu langzaam verder te verliezen. MVV en Fortuna daarentegen hebben verrast. Ja, voor Fortuna dat is echt voor mij chapeau. Wat Willy Boeze en Roel Kalmans daar neergezet hebben. Een elftal samengesteld uit jongens die ergens maar zijn afgevallen. Die hebben eigenlijk uit niks het gemaakt. En dat vind ik echt een heel groot compliment voor voornamelijk de trainers, maar ook de hele organisatie bij Fortuna Sittard. Fortuna, top. Maar geldt dat ook voor MVV? Ja, MVV derde jaar achter elkaar na competitie. Dus René Tros heeft denk ik het maximale het roet gehaald. Maar juist wie de na competitie verleden jaar, ja, twee wedstrijden was het totaal niks te vertellen. Ja, en dat is frustrerend. Ik denk dat laatste stukje
Dat zou eigenlijk nog moeten komen om dat enthousiasme weer te laten opbloeien. Ja, en dat hebben ze dit keer weer niet, is dat weer niet gelukt, omdat ze eigenlijk roemloos ten onder is gegaan. Er waren mensen die zeiden, maar goed, want promotie voor MVV zou een ramp zien. Ja, met die lui wil ik niet praten, want dat is gewoon, de Duitsers zou zeggen, schwachzin. Dat is gewoon gelul. Want als je tegen de Eredivisie kunt scoren, dan ga je echt wel naar de Eredivisie. En de problemen, de oplossingen die ze daarvoor moest vingen, die zien ze dan wel. En Willem II heeft het nu laten zien dit jaar in de Eredivisie. Die zijn met ongeveer dezelfde groep in de Eredivisie gegaan. Die wisten in de winter ook van dit zal kantje boord worden. Als we het geluk hebben, misschien halen voor het wel. Hebben zich dat geld aan de kant gehouden en kunnen misschien nu met een betere selectie in de eerste divisie weer spelen. Dus nee, ik denk dat er wel een probleem gedacht wordt. Ik denk even aan oplossingen. Ja. Je zoog mijn vriend Erik Meijer. En degene die nog veel meer over Erik moet wilt weten, verwijs ik naar hoogst persoonlijk. 15 juni, Erik Meijer in hoogstpersoonlijk en dan weet je alles van hem. Het is de hoogste tijd voor het kickstartspel, een bijzonder kickstartspel. Want Sharon Walraven tegen Edwin Linssen, oftewel de voetballer tegen de tennister. Ja. Voor de duidelijkheid, de tussenstand aan kop nog steeds. Aziz Kaluta met 300 punten de maximale score. En op de tweede plaats zwemmer Dion Dreesjes met 270 punten. Ik stel voor dat Sharon gaat beginnen. Sharon, de geest, nee, het trappen uiteraard. De geest het met die eigen spoor doen. En dan nog bovenhands de opslag, geloof ik, hè? Ja, ja. Ja, de duivelslag. Ja, dat trappen, dan gewoon ik meteen verlezen natuurlijk. Nee, dat gaan we niet doen, maar in die kracht. Eerste poging. 40 punten. De Stijs op het scorebord. Edwin, ik ken dich nog als eens met een goede traptechniek. Ik leek de druk er gelijk op. Eerste poging, Edwin Linssen. Ja. Oh! 100 punten. Dat betekent, Sharon, dat ze iets... Ja, de druk wordt opgevoerd. Nee, de druk werd groter. Tweede poging. 40 punten, 80 in totaal. 2 keer 40 maakt 80. Edwin, eerste poging 100. Nu de tweede poging. Ja, 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 ja! Laatste poging, Sharon. 80 erbij. 160 punten. Dat is zeer respectabel, kan ik je zeggen. Dat is je met in de bovenkant van de middenboot. Edwin, derde en laatste poging. Dat betekent de schuitsnoever een plekje in de finale. Dan moesten 70 of meer verzeten. Heel veel succes. De vorige stranden met 200 punten. Nee, dat gaat wel niet doen. Dat gaat lukken, zit je op. Ja, dat gaat lukken. 80 punten! Kom dan mee, Edwin. Van harte gefeliciteerd. Bedankt. Edwin is de dagwinnaar. Dat niet alleen. Edwin stijgt met stip naar de tweede plek in het klassement. Dat betekent dat ze uitgenodigd best voor onze laatste uitzending voor de zomerstop om de finale te spelen tegen Aziz Kaluta. Tenzij er volgende week nog hele rare dingen gebeuren. Dus een groot applaus nog eindelijk even Edwin Linssen. Groot applaus. En heel veel succes op Roland Garros. Sharon Walraven. En natuurlijk, als je naar de Vierdaagse van Nijmegen gaat kijken, moet ik ze enorm aan. Onze G-toppers. Yeah. Bedankt voor het kijken. Fijn weekend. En Ger, tot volgende week. Tot Sport Arena. Hoi. Partner van TVL Sport Arena is Bloemenhuis het Kwekerieke.